Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Jongens, jullie weten het, is zaterdag. En dat houdt in, de 75.000 subscribers zijn gehaald op mijn YouTube kanaal. Dit is de eerste special ooit, subspecial ooit. Ik heb er zelf iets minder zin in dan jullie, denk ik. Maar ja, ik heb het beloofd, ongeveer bij de 50k. We hebben het echt binnen 2 maanden gehaald. Het slaat nergens meer op. We groeien ontzettend hard de laatste tijd. In ieder geval bedankt voor jullie support. Ik kan dit natuurlijk niet alleen doen. Dus kom erbij staan. Dit is mijn vriendin. Stel jezelf eens even voor. Nou, ik ben Lynn en ik ben de vriendin van deze. Nou, en wij gaan... we gaan er wat leuks van maken, denk ik. Ik zou zeggen enjoy. Ondertussen gaan we ook wat vragen oplezen. Het is namelijk ook een Q&A. Ik heb in mijn Instagram story gezet om wat vragen te stellen aan ons. Dus die gaan we ook ondertussen een beetje beantwoorden. Laat even dat blauwe duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan als je dit soort video's of deze video leuk vindt. Want ik denk niet dat er meer van dit soort video's online komen. En laten we gewoon van start gaan. Onze eerste vraag komt van onze grote vriend Renzo Omrousing. Kennen we allemaal, e-sport van Vitesse. Wat is, of wie is de inspiratiebron van jullie prachtige foto's op Dani's story? Ja. Ja, weet je, we maken ze gewoon en we gooien ze erop. Ja. Dat doe je niet zoveel. Instagram stories zijn ook een beetje om te memen natuurlijk. Dus vandaar. Linnie, begin lekker. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. We gaan beginnen met primer. Je weet waarvoor het is, hè? Ja. Nou, oké. Ik moet even niet te veel doen. Het voelt echt naar. Het is heel olig. Leg eens volgens jou wat waar dit voor is. Om minder pukkels te krijgen, toch? Ja, het beschermt je huid. Kijk jongens, ik weet gewoon veel van make-up. Hè. Dat is ongelooflijk. Nu ga ik eerst een beetje het rode hier wegwerken, zodat je dat zo meteen niet meer ziet. Hè? Ik heb niet zoveel. Ja, het is groen. Nou, dat klinkt niet goed. Nee, maar zometeen is het niet meer groen. En dan gaat toch foundation over. Het ruikt chemisch, joh. Ja, dat is make-up, Dani. Oh, dit ziet er... Dit is om je rode plekjes weg te werken. Ja, jongens. Ik heb ook pukkels, helaas. Jammer genoeg. Ik zou ook een heel mooi clean huidje willen hebben, maar... zit er natuurlijk niet altijd in. Dit gaat over je hele gezicht. Ja. Dit hebben al die neppe meiden toch ook. Ja, gewoon dat hier dus altijd echt een dikke laag van op. Ja, dat ziet er echt niet uit. Jongens, als er meiden kijken die veel make-up dragen, foundation niet doen. Je wil niet op een wortel lijken. Ja, je moet gewoon een goede kleur hebben. En niet een dikke laag. Want ja, het gaat even over je lippen, maar het doet valt heel veel op. Hoe kennen jullie elkaar? Van Rauvi 2005. Deze vraag hebben we best vaak gekregen. Ja. Maar Rauvi, bedankt voor je vraag. Ja, we kennen elkaar eigenlijk door school. Dat is het, is het hele. Kort of lang kunnen we erover praten. Maar het is school inderdaad. Rauvi, in ieder geval heel erg bedankt voor je vraag. En ik zou zeggen, pak je volgende kwastje, dingetje. En dan kan je doorgaan met het volgende deel. Volgende is concealer. Om je balletjes weg te werken. En nog een paar andere. Ja, die kan ik wel vaker gebruiken. Het voelt echt alsof je dikke lagen bent, of niet? Ja, maar ik heb het gevoel dat er nog wel een stukje bij komt. Nou, dit is gewoon de standaard laag. Als je echt veel make-up wil doen. Dit doet iedereen. Nee, meestal doen alleen concealer, denk ik. Foundation doe ik zelf ook niet. Dat is echt veel te dik. Beetje net als jij. Zelf ook niet. Volgende vraag. Ja. Volgende vraag. Oké, dan. Linnie, we gaan er weer een uitkiezen. Ik zal even refreshen, want misschien hebben we alweer wat nieuwe vragen gekregen. Mm-hmm. Jongens, volg me natuurlijk ook op Instagram als jullie dat nog niet hebben gedaan. Dat zou ik leuk vinden. Het is Dani Visser van Daan Boelens. En hij vraagt, waar wil je nog een keer heen met je vriendin? Dit hebben we al best wel vaak besproken. Ja. Jij wilt het liefst naar Brazilië, ja, toch? Vakantie. En waar zou je nou precies heen willen? Gewoon, je hebt daar ook wel van die heel veel zandheuvels. Ja. Dat lijkt me heel erg vet om te zien. En gewoon die steden, zo. Ja, Rio en zo. Ja. Zit ook in mijn top 3. Liefste waar ik heen zou gaan is Japan. Waarom?
Je hebt daar van die mooie bloesembomen, die rivieren, de gebouwen en zo. Allemaal heel apart. En dat lijkt me gewoon echt een vet land gewoon om een keer heen te gaan. En een soort van, niet echt op vakantie, maar wel een soort van backpacken. En ik denk dat Brazilië ook wat meer tropisch is, waar je makkelijker op vakantie kan gaan. Ja. Maar sowieso die twee willen we nog een keer bezoeken. Ja. En daarnaast wil ik heel graag nog een keertje naar gewoon Amerika. En dan LA of New York, noem maar op. Eén van gewoon die grote wereldsteden. Oké, vierde vraag. Komt van Sven _31.klaf. En hij vraagt, hoe lang zijn jullie al samen? Net iets meer dan een jaar, nu. Ja, we hebben onze jaarmark bereikt. En we zijn op naar nog veel meer. Hoop ik althans, als zij er hetzelfde over denkt. Maar volgens mij is dat wel goed. Dus nu een jaartje. En het is eigenlijk nog maar het begin. Oké, nu gaan we verder met contour. Weet je waar dat voor is? Kaaklijn. Ja, nou niet alleen een kaaklijn. Om gewoon, meer wat gezicht wat meer... Om een bolle wang weg te werken. Ja, eigenlijk wel. Zo, beetje. Noem een ballen wallen gewoon. Jij hebt gewoon bol. Van die, een beetje bol. Zo. Oké, wil je zo doen? Ja, ik denk. Dit vind ik heel vaag. Wat dan? Goed. Jouw kaaklijn zie je al gewoon goed. Dank je. Zie ik als een compliment. Ja, wat is mijn hoofd. Zo, nou. Het is het geen compliment? Wel. Nou dan. Oké, de vijfde vraag dacht ik alweer. Komt van Kiani Verhagen. En het is eigenlijk alleen voor jou deze vraag. Nee. Wat vind je eigenlijk speciaal aan Dani? Of doe je het alleen voor populariteit of het geld? Ik doe het voor het geld. Nou, ik denk het liefst even. Ze gaat ook gewoon stuk. We gaan verder met wenkbrauwen bij tekenen. Eigenlijk moet ik even epileren, maar dat ga ik maar niet doen. Dat doet denk ik een beetje pijn. Oké, daar moet ik even goed voor zitten. Volgende vraag is van Mike Florian 2 en hij vraagt, wat vinden jullie het meest irritant aan elkaar? Ga je maar eerst. Oké. Leen heeft nog wel vaak dat ze geen keuze kan maken. Stel je voor, je vraagt aan haar, wil je wat drinken? Dan zegt ze, ja is goed. Ja. En dan zegt ze, wat hebben jullie? Dan noem ik drie dingen op en dan is het, kies zelf maar. Maar dat gebeurt letterlijk met alles. Dus, en één keer ging dat echt door voor 3 kwartier met eten en toen werd ik een beetje gek. Dus ook de enige keer. Ja, toen werd Dani een beetje chagrijnig. Dat ik een beetje chagrijnig om jou ben geworden. Ja. Voor de rest eigenlijk nooit. Nee. Maar die keer ging toch wel iets te lang door. Maar jij mag ook nog eens irritant zeggen. Nou, kijk, Dani heeft soms van die momentjes dat hij iets drukker is. En als ik dan moe ben, dan vind ik het niet per se irritant. Maar dan denk ik gewoon, kan het iets rustiger? Voor de rest vind ik niet zoveel irritant aan jou. Eigenlijk niks, denk ik. We gaan door. We gaan nu wimperskrullen en mascara opdoen. Ik vind dat het heel veel doet. Zit ik goed? Doet het pijn? Oh. Kijk eens omhoog. Zo, dat is niet fijn. Volgende vraag is van Aiden of Aden, sorry als ik je naam niet kan uitspreken, Peters. En hij zegt, kende je Dani al voordat hij in de E-divisie ging? Ja, en ik had er eigenlijk nog niet heel veel verstand van, dus ik had eigenlijk geen idee wat je allemaal deed. Het leuke was, vorig jaar, E-divisie, zat ik in de laatste 8 in de finales dus ik moest tegen Stefano pinnen, et cetera. En op een gegeven moment... had ik die dus gewonnen en dat vertelde ik aan haar. En het was echt zo van, oké, nice, weet je wel, gefeliciteerd. Maar eigenlijk snapte ze helemaal niet wat ik nou echt gewonnen had. Maar toen begon ze zich er wat meer in te gaan verdiepen. En gewoon vragen of je het wilde uitleggen en zo. En toen? En toen ging ze mee naar de grote finale, tegen Brian Hessing natuurlijk. En die won ik. En nu kijkt ze al mijn streams en weet ze meer van FIFA dan best wel veel mensen in mijn chat. Oké, we gaan verder met glittertjes die ik altijd in de ooghoek doe. Ja. Vind ik altijd schattig. Oké, we gaan het laatste doen. We gaan een lippenstift doen. En Dani heeft best dikke lippen, dus ik denk dat dit de meeste verandering maakt. En we gaan lekker voor een felle kleur. Hè?
Ja. Oké. Ja. Oké, dit moet wel even netjes. Ja, hou maar gewoon die mond een klein beetje open. Ja, zo. Is het klaar? Ik denk het wel. Oké, jongens. Ik kom er weer bij. We gaan nog één vraag beantwoorden, oké? De laatste vraag van... voor deze video eigenlijk. Oké, jongens. En hierbij ook de laatste vraag van Marwan1098. En hij zegt, hoe zit de make-up? Nou, Lin, als het goed is het afgelopen. Ik heb het zelf nog niet echt gezien. Dus ik ga straks allemaal terugchecken. Ja. Kom even dichterbij met de camera. En kijk... Dit is het geworden. Het had veel heftiger gekund. Dit is nog een beetje normaal. Oké, jongens. Dit was hem alweer. De 75k subspecial. Nogmaals heel erg bedankt voor de 75k. Zo snel had ik het echt niet verwacht. Jullie hebben ook mijn vriendin wat leren kennen. Dus misschien voor jullie ook wat leuk. Want ze zitten soms naast in de streams. En dan zegt iedereen laat je vriendin zien. Bla bla bla. Nou. Alsjeblieft. Lin, bedankt dat je weer een keer... Of een keertje in de video wilde zijn. Ja. Misschien dat ze in de toekomst, als FIFA wat meer dood aan het gaan is, vaker in de video komt. Ja. Ik zat te denken aan een Try Not To Love Challenge, et cetera. Dat soort dingen. Lijkt me in ieder geval tof. Jongens, vond je deze video nou vet? Drop even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Mis je helemaal niks. En dan check ik jullie later. Ciao.